We gaan het over sport hebben. Dat is ook een onderwerp dat iedereen wel kent. Want ja, gymles, vroeger op school, daar hield je van of je hield er niet van. You either love it or you hate it. Pim, ik hoef van jou niet te vragen of je hield van gym. Nee, nee, zeker niet. Nee, dat bewegen, dat spreekt me altijd wel aan. Ik heb het altijd over sporten en bewegen, omdat het niet alleen maar gaat over het sporten. Nee, maar het gaat echt over bewegen. Nou, als we naar deze beelden kijken van gymles uit de jaren, nou, ik zou niet weten wat dit is. Ja. De jaren 60 of zo. Want jullie bestaan 70 jaar, hè, de KALO. De opleiding tot sporten en beweging in Zwolle. Ja, klopt. Dat is een felicitatie waard bij deze. Ja, dankjewel. Ja, dat is wel een aardige leeftijd inmiddels al. Nog niet bejaard, want er wordt nog volop bewogen. En er bruist aan alle kanten. En dat vieren we deze week ook met 70 uur feest. Met allemaal activiteiten. Ook voor het goede doel. Voor War Child en Team Up. Een programma waar juist ook kinderen uit een vluchtelingensituatie de kans krijgen om in beweging te komen. Voor wie beweging niet vanzelfsprekend is. Ja. Ja. Nee, en dat met een glazen huis, met workshops, met 70 activiteiten in een Zwolle. 70 uur in beweging, zou ik zeggen. Het is, en dat, maar de meeste mensen kennen het natuurlijk gewoon van de gymles en zo. Leer je dat ook echt nog op de KALO? Leer je daar nog de apenkooi en de piepjestest die we allemaal wel kennen van vroeger? Trefbal. Er zitten een hoop associaties aan. En het eerste wat iedereen eigenlijk altijd zegt, KALO, dat is de gymlerarenopleiding. Ja. Dat is het toch ook? En voor een deel is dat waar. En daarnaast, we hebben drie verschillende opleidingen. Dus ook de opleiding sportkunde. Dus meer de organisatorische kant. En de psychomotorische therapie opleiding. Dus dat is waar je bewegen en aandacht voor je lichaam als middel inzet tot gedragverandering. Die laatste heb jij gedaan, hè? Ja, die klopt. Richting. En ben je nu ook zelf docent dan? Ja, ik ben nu docent en ik ben ook verantwoordelijk of aanjager van allerlei nieuwe mogelijkheden en projecten waar we bewegen ook inzetten. Ja. Nou, met de samenwerking of samenspraak van de expertise van de gymdocenten, de lichamelijke opvoeding. Met de sportkundige expertise en die expertise van... Die opleiding heeft zich natuurlijk in 70 jaar ook gigantisch ontwikkeld door de tijd heen. Ja. En bewegen zelf is ook altijd een beetje een politiek onderwerp. De ene keer vinden we het heel belangrijk dat er op school bijvoorbeeld bewogen wordt. En de andere keer dan vinden we het niet belangrijk. Hoe is het politieke klimaat voor jullie op dit moment? Vanuit verschillende perspectieven kijken natuurlijk. Ik las gisteren in het AD een artikel dat erover ging dat het vorige kabinet de beweegnorm van 3 uur gymles in de week, helaas niet gehaald is. 3 uur bewegen is niet gehaald op middelbare scholen? Nee. Op de basisonderwijs. Ja, u schrikt daar ook van, hè, volgens mij. Ja, vooral omdat je weet dat ze thuis ook nog de hele avond achter de iPad zitten of de PlayStation of weet ik veel. Hebben jullie kinderen? Is dat inderdaad het geval? Dat ze veel stilzitten? Bij mij weten wordt mijn kinderen zitten op 2 verschillende scholen en hebben ze allebei 2 uur bewegingsonderwijs in de week. Geen 3, inderdaad. Ja. En ze sporten daarnaast, maar... Ja, nee, dus die doelstelling die is in die zin niet gehaald in de gymles. En in een aantal gevallen wordt ook een vakleerkracht ingezet, maar ook in veel gevallen niet. Ja. Politiek gaat het nu ook over, als er de docenten in het basisonderwijs nou zo'n hoge werkdruk hebben, moet je dan niet misschien die 3 uur door een vakleerkracht laten doen, zodat die docent letterlijk in zijn uren even ontlast wordt? Ja. Wat vind jij daarvan? Ik heb met een aantal collega's hierover gesproken die meer in de lichamelijke opvoedingopleiding zitten. En dat is een vak. Daar moet je kinderen introduceren in beweegsituaties in de brede zin. Dus niet alleen in de smallere zin van die sport of zo. Nee. Het is natuurlijk ook als het gaat om veiligheid. Want het staat ook altijd wel weer voorop. Als er iets gebeurt met een gymles, dan staat iedereen natuurlijk aan de poorten te rammelen. Nou, en er zit een waarde natuurlijk als je bewegen en kinderen daarin introduceert. En dat een gewone manier wordt waar ze plezier in beleven. Waar ze contact met anderen kunnen maken. Waar ze leren grenzen aangeven, et cetera. Ja. En ze daarmee ingevoerd blijven in de maatschappij. Tot aan ook ouderen aan toe. Ja, dat is nogal wat waard, zeg maar. Is dat nou iets wat we in de jaren meer hebben ontwikkeld? Of is dat iets wat altijd al zo was? Want vroeger was het natuurlijk gewoon gym om te zien, was je goed in sport of niet? En als je goed was in sport, dan vond je gym leuk. Als je het niet zo leuk vond, toch? Dat was dat is wel, dat is wel waar wij als instituut, zeg maar, en in innovaties, ontwikkeling en in onderzoek en dus in ons onderwijs, ons wel op richten dat het niet alleen die fysieke aspecten is, maar ook dat psychosociale. Dus ook dat de waarde daarvan, dat die ook heel erg tot z'n recht moet komen. En dat
ja, als een kind plezier heeft en of een oudere of iemand met psychisch problemen, als die plezier beleeft, succeservaringen opdoet en zo. Ja, ja. Bewegen, gezond voor iedereen. Hielden jullie ervan, gymles? Ja. Leuk vroeger? Ja, wel. Nou, ik was niet de meest enthousiaste gymster. Voor veel mensen was het ook het uurtje wat ze stiekem spijbelden, toch? Ja, ja, of altijd mijn buikpijn op de middelbare school. Zo'n buikpijn. Ja. Ja. Ja, hoe was dat voor jou? Ja, dat zie je. Maar gewoon heel eerlijk, het is gewoon wel belangrijk dat je een aantal motorische vaardigheden, zoals gooien en vangen. Ja. Maar ook gewoon een beetje de lol in het spel en in absoluut. Het team. Ja. Het is niet leuk als je als laatste gekozen wordt. Het is veel leuker als je met een team samen iets... Ja. Nou, en dat soort expertise, daar zitten we dus als hbo-opleiding in. Dat je zegt van, hoe kan je het nou zo inzetten of de activiteit zo inrichten dat iedereen mee kan doen en dat het niet is dat het gaat over wie het laatst gekozen wordt, maar veel meer over iedereen mag meedoen. En hoe bewegen. Iedereen komt tot z'n recht. Op naar de volgende 70 jaar, zou ik zeggen. Zeker.